Yo mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime MXM en vandaag is het weer tijd voor een nieuwe F1 2020 Career Mode. We zijn aan het einde van het seizoen jongens. Het komt steeds dichterbij om naar ons nieuwe team toe te gaan. Dus blijf stemmen op AlphaTauri of McLaren. Ook al denk ik dat AlphaTauri voor nu de leukere keuze is. Dus waarschijnlijk gaan we die kant op. En deze video is gesponsord door Elgato. Doe mee aan de giveaway via het linkje in de beschrijving. En wie weet win je wel een Wave of een Camlink of weet ik veel wat jullie willen. Ik gebruik de Wave microfoon, de keylights voor de lampen. Allemaal helemaal perfect. Maar goed jongens, we gaan op naar Mexico. We zijn hier al in de headquarters. Dus laten we even kijken. Hebben we berichten? We hebben geen berichten. Bij de facilities is ook niks aan de hand. Kunnen we iets van upgrade doen? Ja, we kunnen hier de frontwing doen. Of we kunnen de drag doen. Dan ga ik toch even de drag doen. Verder zijn McLaren, Renault en AlphaTauri weer een beetje omhoog gegaan. Terwijl wij nog met Alfa en Haas zijn aan het battelen. Nou, we gaan weer op naar de training. Dus oude onderdeeltjes die zetten wij er eventjes op. En dan zijn we er weer helemaal klaar voor, dames en heren. We kunnen hier ook even een nieuwe practice gearbox. Of mogen we daar geen nieuwe van? Nee. Die is gewoon versleten. En dan gaan we maar naar de training toe. Er is niet zoveel nieuws. Dus ik ga even 3 rondjes rijden. En dan kennen we de baan weer. En dan kunnen we er helemaal voor gaan. Nou, we hebben weer tijdens de training wat punten binnengehaald. Ik denk niet dat het genoeg is voor een nieuwe R&D upgrade. Dus daar moeten we nog even op wachten. Maar we gaan lekker door met de kwalificatie en de race. Nou, daar zijn we jongens klaar voor de kwalificatie en de race. Het blijft droog. Helemaal top, dat zien wij graag. En bij de R&D kunnen we helemaal niks doen. Ja, dit gaan we niet doen. Dus we wachten tot er wat nuttiger upgrade valt. Nou, we zitten klaar voor de kwalificatie. De setup die staat er al op. Onze bandjes staan er klaar voor. Dus laten we voor onze eerste run gaan. En daar gaan we dan onze eerste run hier op Mexico. Of Maxico. Laten we kijken of Max kan winnen hier. Ook al is Mercedes echt zwaar dominant. Kijk, ik vind het niet echt het chillste circuit. Maar laat vooral in de reacties weten wat jij vindt van Mexico. En in welk jaar Max heeft gewonnen hier. En smash meteen op dat blauwe duimpje omhoog als je F1 Career Mode leuk vindt. Abonneer als je nieuw bent. En vergeet zeker niet om dat belletje aan te doen, zodat je geen enkele video mist. En dan gaan wij hier het rondje even afmaken. Nou, en dat is onze eerste tijd voor Giovinazzi achter Ricciardo in 1.15. En nu zijn we weer een stuk sneller opeens. Maar ik zet alvast het nieuwe setje banden erop. En dan gaan we eens even kijken waar wij onszelf kunnen kwalificeren. Russell die moet nog... Die zet nog een snellere tijd neer. En Grosjean is ook sneller dan ons. Dus laten we kijken of we nog 1 à 2 tienden eraf kunnen rijden. In de laatste run. Nou, we hebben toch 2 tienden weten te vinden in S's. En nu moeten we dat volhouden in het stadion. Oeh, blokkerend wieltje. Kijk, dit ging prima. Oeh. Oh! Nee, nee, nee. Gekke drift. P. 11. Er is geen touw aan vastgeknopen. Eerst ben je P20 met dezelfde effort. En nu ben je P11 met een niet eens... Perfect rondje. Oeh, Russell is ook door. Kijk, we zijn... Oké, het klopt wel. Deze track is misschien goed voor onze auto. Een duizendste verschil met Russell. Maar Ricciardo en Norris, die liggen er gewoon uit. En Sainz gaat ook niet lekker. Gasly ook niet. Albon ook niet. Wat is er aan de hand? Nou, en daar zijn we dan jongens. Q2. Wat een feest. Laten we kijken wat we kunnen doen. Maar ik denk dat het best wel lastig wordt. Dus ik ga gewoon 1 run doen op deze banden. En dat is het dan, alles of niets. En dan gaan we over start finish. P2 voor Leclerc en Verstappen. Oh, het was wel een heel lekker rondje hoor. Ah, en Gasly is toch nog voor ons. Dus ik ben benieuwd. Ik ga gewoon de tijd doorspoelen en ik ga kijken. Russell die zit net 3 tienden achter mij. Ik denk dat Max Verstappen, Kwiat, Leclerc en Stroll toch wel nog voor mij moeten gaan finishen. Want anders is het wel heel raar. Ah, en ja hoor. They did it. Ik ben wel nog voor George, maar... Helaas niet Ocon, Pierre en Kwiat kunnen pakken. Maar dan kunnen we die weer in de race pakken. Dus dat is alleen maar leuk. Hier hebben we de grid line-up jongens. Bottas en Hamilton staan vooraan met Vettel en Max daarachter. Dan hebben we de Racing Points. Leclerc met Pierre, Gasly, Ocon. En daar staan wij toch. Iemand met een penalty. En dat is Sainz jongens. Dus we starten vanaf P10. Hopelijk wel nog met onze fijne banden. En Albon heeft ook een penalty. Veel mensen die zitten denk ik aan het limiet. Of...
aan een bijna kapotte motor. Maar ook veel mensen hebben dus penalties moeten pakken. Dat is wat minder fijn, maar goed voor ons. Dus we starten echt P10. Beste start ooit. Nou, we zijn er klaar voor, jongens. Onze race strategy. Oeh, hij denkt dat we meer slijtage hebben, maar ik ga toch voor die 9 rondjes op de soft en dan 9 op de medium. Ik weet nou niet op welke banden we starten met die penalties. We zijn natuurlijk niet in Q3 gekomen, maar door penalties staan we op P10. Maar we zullen het zien. Oké, dan gaan we, jongens. We zijn er helemaal klaar voor. We zijn er helemaal klaar voor. En we gaan van start. Oh, minder goede start dan ik had gewild. En Russell, die komt gewoon meteen langs me. Excuse me. Oké, de eerste bocht. Oh, dit wordt ellende. Ik zet hem meteen weer naast Russell neer. Oké. Die vindt het niet erg om in te sturen. Oh my god, jongens. Durf rustig. We kunnen niet 3 wijd. Wie zit hier nog meer dan? Een haas. Oké, jongens. Het niveau staat volgens mij op 104. En dat is ook te merken. Mensen rijden echt snel. En ze remmen laat en rijden agressief door het stadion. Met z'n allen. Het is een beetje een opstopping hier bij deze bocht. Dus daar hebben we weer goede aansluiting gevonden. En dan weer op naar het lange rechtse stuk op start-finish. Oeh, die achterkant die wil uitbreken. En nu is DRS geactiveerd. Dus nu kunnen we pas echt wat gaan doen. En we zijn goed weggereden van Russell. Dus dat is allemaal heel erg fijn. Hopelijk kunnen we gewoon die punten minimaal pakken. En misschien zelfs iets meer dan het laatste plekje met wat punten. Dus als we P9 kunnen pakken, dan ben ik echt heel blij. En dat zou ik moeten kunnen. Want Gasly en Alphatauri zijn niet veel sneller dan ons. Is weer een beetje zo'n stoptrein, weet je? Je rijdt hiervoor, je rijdt een Renault die ons allemaal een beetje loopt op te houden. Want volgens mij is Alphatauri zelfs sneller dan Renault. Dus ja, ik weet niet wat die Renault daar doet en hoe die daar heeft gekwalificeerd. Maar die loopt wel hier de Ferraris en de Red Bull op te houden. Waardoor ik dadelijk ook misschien Russell weer dichterbij heb. Kijk dan hoe langzaam die hier gaat. Misschien kunnen we Gasly dadelijk pakken op het belangrijkste stuk. Maar hij heeft ook weer DRS en slipstream van Leclerc. Zag je die gekke Tokyo Drift? En de paniek op mijn hoofd. Oh my god. Het zit er ook af en toe tussen. Maar nu moeten we gewoon even voorzichtig doen. En weer even terugkomen. Maar ik denk dat dat met een paar bochten wel lukt als zij langzaam rijden. Oeh. Gasly heeft een issue. Ja. Dit is het. Dit klinkt als muziek in de oren. Dit is precies wat wij willen horen. Dus dan gaat hij sowieso een stuk langzamer zijn. En dan kunnen wij makkelijk langs hem. Ik zie het hier al, zelfs bij de exit. 3/10, ja, we lopen heel erg op min. En nu hebben we dan ook nog eens die DRS. Maar toch wil het niet helemaal lukken hier. Nee, dit gaat hem niet worden. Misschien dadelijk op het lange rechtse stuk. Hij gaat echt als een slak door de bocht. Maar op het lange rechtse stuk had hij toch nog net wat power. Wat meer dan ik had verwacht. Even kijken waar we hem kunnen pakken. Even kijken. Rustig, rustig, rustig. We hebben geduld. We hebben geduld. We moeten alleen niet het bericht krijgen dat zijn auto het weer doet. Want dat zou wat minder fijn zijn. Maar hij loopt al erg uit van Leclerc. En dan heeft hij dadelijk geen DRS meer. En dan is het easy peasy, lemon squeezy. Maar nu lopen wij wel ook hard uit van Leclerc. Dus dan is het wel weer wat pittiger om Gasly dadelijk achter ons te houden. Stel dat het probleem wordt verholpen. Maar we moeten hem nu even inhalen op het belangrijkste stuk hier. En ik denk dat dat ook wel echt moet lukken. Oké, daar gaan we weer. Dit is start finish. Nu op de ERS-button, DRS-button. Ik ga aan de binnenkant, jongen. Don't even try. Don't even try. En dat hebben we clean gedaan, jongens.
Oh, niet helemaal de lekkerste flow, maar we hebben nog een DRS-zone. Waarom? I don't know. Maar we kunnen even lekker een beetje uitlopen. En we lopen al gewoon 2 seconden uit op Gasly. Dat is allemaal hartstikke goed. Nu kunnen we een beetje onze ERS gaan sparen, want die hebben we misschien straks nog wel nodig. En in de volgende ronde gaan wij pitten als dat goed is. Yes, we keep pushing Jeff. All good. Oh, en daar gaat de kopgroep al de pitstraat in. Zij zijn natuurlijk gestart op een beetje versleten banden door die kwalificatie. En wij kunnen daardoor ietsje langer door. En met ietsje natuurlijk 1 rondje. Ik ga gewoon een beetje kijken wat Leclerc doet. En dan gaan wij ook achter die strategie aan. Maar ik neem aan dat hij dadelijk ook deze ronde gaat pitten voor verse bandjes. Dan gaan we weer door het stadion op naar de pitstraat. Oh, ah, we zitten net weer achter Leclerc. Zo, we hadden een goede stop. En ik zie dat er nog een Alfa daarvoor moet pitten. Maar dan zitten we weer net in die puntjes. Is er dan iemand? Moet er nog iemand pitten? Ja, oh, ik zie Russell. Russell moet nog pitten en Leclerc die breekt heel eventjes uit. Die had even zo'n wiggle momentje. Maar wij kunnen Leclerc niet inhalen. Dus we gaan hem gewoon volgen en hopelijk kunnen we een beetje in zijn slipstream blijven. En daar gebruik van maken. Hij loopt wel heel erg te klooien met deze banden, zeg. What you doing, mate? En daar is George voor zijn stop en Giovinazzi ook. Dus dat zijn weer 2 plekjes. Nu staan we op P9. Dat is helemaal top. En Russell gaat naar de harde band. Terwijl Leclerc hier even loopt te struggelen op het belangrijkste stuk. En we daar gewoon zonder het door te hebben aan voorbij gaan. Ja jongens, ik vind het ook niet realistisch dat we een Alfa... Of een Alfa. Een Ferrari inhalen. Maar wat loopt Leclerc nou te doen? Heeft hij een versleten motor of... Wij hebben natuurlijk wel echt allemaal splinternieuwe onderdelen. Terwijl eigenlijk iedereen zo wat aan het einde van zijn motor zit. En we komen steeds dichter bij Ocon. Het lijkt wel alsof hij echt flink is aan het struggelen met zijn banden. Kom op, Perez, zet hem even flink onder druk. Pak hem en dan kan ik hem ook inhalen. Go, 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 go. Wij hebben zelfs DRS. We hebben gewoon DRS. We zitten binnen de seconde bij Ocon bijna zelfs. Woehoe. Dit is heel nice. Oh, en daarvoor is ook een gekke battle. Tussen een Ferrari en een Racing Point. Dat zal dan Stroll zijn. Of zijn ze zelfs met z'n 3 aan het battelen? Oh my god. Het gaat er helemaal tekeer. Volgens mij is er ook een Red Bull involved. Hier is een battle met 5 auto's of zo. Verstappen, Stroll, Ocon, Vettel. Wat is dit voor een ellende? Heeft iemand schade of wat is er gaande? Wat is het? Oh my god. Oh my god. Vettel wordt bijna de muur ingeduwd hier. Wat is dit? Oké jongens, dit kan ons beste resultaat ooit worden dit. Hier, 4 wijd. Vettel, Verstappen, Ocon en Perez. Wij gaan voorbij aan Vettel. Ik denk dat Max schade heeft ofzo. Oh, sorry. Nou, ik wil niet veel zeggen, maar deze AI is dirty. Deze AI is dirty. En Verstappen moet schade hebben. Oh. Ja, we zitten hier aan de buitenkant. Kunnen we wat doen? Ja, hij heeft helemaal niks. Kimmy is out of the session. Sorry Max. Ik was even afgeleid en ik kon echt niet zien waar hij was. Hij rijdt nog. Oh. Dat ging bijna verkeerd. P6 zijn we jongens. We moeten even focussen. En dan die laatste paar rondes kunnen we misschien ook Connor pakken. Want die is wel aan ons niveau. Gewaagd. Dus dat zou moeten kunnen. En hier is een gele vlag omdat Kimmy hier ergens is uitgevallen volgens mij. Ja, daar links daar staat hij. Voorzichtig, voorzichtig. Maar ik denk niet dat we Ocon nog kunnen pakken. We hebben alles van onze ERS gebruikt. We hebben alles van onze fuel gebruikt.
Maar het was niet genoeg om ook kon te pakken. En we zaten ook echt wel een beetje klem toen met Vettel en Verstappen die opeens ja, in elkaar is wielen hingen. En dan gaan we dan de final lap of the race in, jongens. 0,0 laps fuel. Dus we moeten gewoon even zorgen dat we hem thuis brengen. En dan hebben we een P6, jongens. Wat een resultaat. En dan gaan we nog één keer door het stadion. En dit is zo leuk. Kijk al die confetti. Maar deze keer niet voor Max. Het is niet Maxico. Hij is finished zelfs achter ons. For some reason. Maar wij gaan hier als zesde over de finish. En daar zijn we super blij mee. Wat een resultaat, jongens. Let's go. Oh, en daar hebben we onze wereldkampioen, jongens. Valtteri Bottas heeft weten te winnen. Hij doet het gewoon. Hij doet het gewoon. Kijk hem even. Donis rijden als een malle dan. En dan hebben we hier het resultaat, jongens. Bottas, Hamilton met Stroll, Perez, Ocon. Daar staan wij. Verstappen, Leclerc, Vettel, Sainz, Ricciardo, Magnussen, Albon, Norris, Gasly, Kwiat, Grosjean, Giovinazzi, Russell. Van P11 naar P19. En Kimmy is uitgevallen. Nog twee races te gaan. En Ocon die staat net ietsje achter bij ons bij de rivalry. Dus dat is helemaal goed. Maar dit was de video voor vandaag. Vond je hem dan leuk? Smash vooral op dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer als je nieuw bent. En vergeet zeker niet om dat belletje aan te zetten. Zodat je geen enkele video mist. En dan zie ik jullie de volgende keer, jongens. Later.